Steve Stevaart heeft een klacht tegen onbekenden ingediend bij het parket van Brussel, wegens afpersing en stalking. Zeker is dat het gerecht de bedreiging ernstig neemt. Stevaart zal worden afgeperst door een vrouw die ermee dreigt bezwarende informatie over het voormalig SPA-boegbeeld naar buiten te brengen, tenzij hij haar een pak geld betaalt. Stevaart zelf wil geen commentaar kwijt, maar zijn verhaal is geen uitzondering. Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken moet steeds meer politici en magistraten beschermen, omdat ze persoonlijk worden bedreigd. We merken inderdaad een lichte toename van het aantal personen die bedreigd zijn in de uitoefening van hun functie. Vorig jaar waren dat 47 dossiers die ons zijn overgemaakt en in 34 daarvan hebben we effectief ook maatregelen genomen. Politici die zich echt bedreigd voelen kunnen hun huis laten bewaken. Het crisiscentrum kan ook zorgen voor veiligheidsagenten die hen dag en nacht overal volgen. Rechters of politiemensen maken daar wel vaker gebruik van, maar voor politici ligt dat een pak moeilijker. Ik denk dat politici in België redelijk dicht bij de burger staan en dat zij vandaar ook extra personen rond zich voor hun bescherming eerder een drempel vormen voor dat persoonlijke contact misschien. En dus maken ze daar geen gebruik van? In België wordt daar inderdaad minder gebruik van gemaakt. In de zaak Stevaart heeft het gerecht het over ernstige criminele feiten. Meer details zijn niet bekend.